voor dit tijdstip geplande programma De Natuur en de Mens komt te vervallen vanavond? Ze staat op het punt om met haar familie met vakantie te gaan. De jaarlijkse vakantie, altijd naar hetzelfde dorpje in Midden-Frankrijk. Waar wordt gewoond in het huis van een vrouw die Mami heet. Charles is nu samen met Julia, de zuster van Sebastian, op het landgoed Brightside. We zijn in het paleis Versailles, de koninklijke vertrekken na langdurige restauraties weer heropend voor het publiek. De Franse televisie heeft daar aandacht aan besteed. De algemene staking heeft het openbare leven in Dublin volkomen lamgelegd. De stakers hebben nog nauwelijks iets te eten. De film werd gebaseerd op een boek van John Galsworthy en het scenario naar dat boek werd geschreven door Graham Greene en Bessel Dean. En die laatste regisseerde de film ook. Met deze film maakte Charlie Chaplin een van de eerste dramatische films die de psychologie in de filmkunst introduceerde. De vierde en ook laatste aflevering van Sanne zenden we na dit weekend uit. Namelijk aanstaande maandagavond om 9:58 via Nederland 2. En als kapelaan O'Connor samen met zijn vrienden Bradshaw en Yearling de jaarlijkse paardenshow wil bezoeken, dan ondervindt hij aan den lijve het hevige voorspel tot een grote algemene staking. Volgende televisieproductie, Lily Palmer. Zij speelt hierin mevrouw Schwartz, getrouwd met een geleerde en moeder van 2 zoons en een dochter. Ogenschijnlijk leidt zij een heel rustig bestaantje, maar daar vergissen we ons in. Eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk, want niet waar, een vrouw blijft een vrouw. Tijdens zwaar weer aan boord ontmoet hij daar voor het eerst in jaren weer Julia, de zuster van Sebastian. En dat blijkt een contact dat heel belangrijk voor hem is.